Mijn naam is Lucinda Sedok. Ik werk in de jeugdzorg en daarnaast heb ik een leuke hobby als stand-up. Ik ben Michel Prinsen. Ik ben 51 jaar. Ik ben 24 jaar getrouwd met een vrouw Saskia. Ik heb een zoon Tycho en een dochter Joella. En ik ben een ijskomman. Mijn naam is Tom. Ik ben 41 jaar oud. Ik woon sinds anderhalf jaar samen met mijn vriendin. In het dagelijks leven werk ik bij de politie. Hoi, ik ben Roderick. Ik ben 36 jaar oud, ben getrouwd met Michael en heb twee dochtertjes. Ik werk in de financiële wereld. Ik ben Ihsan Hesseini, 27 jaar oud. Ik werk als doktersassistent bij een laboratorium. Ik ben Alex, ik ben advocaat. Advocaat belastingkundige. Hallo, ik ben Ebru, ik ben 35 jaar. Ik woon in Den Haag en werk daar ook, want ik ben een Rijksambtenaar en ik werk voor het ministerie. Mijn naam is Vincent, ik ben 48 jaar. Ik woon samen met Marcel en onze hond Chihuahua in Amsterdam. Ik ben in het dagelijks leven psycholoog en NLP-trainer en directeur van een opleidingsinstituut. Dus ik ben zelf een hele grote fan van de verhalen, dus ik heb alle edities, afleveringen gezien. Wat een fantastisch spel leek qua spanning en ja, dat je toch ook een iets andere ik te laten zien. Toen ik zag dat je kon opgeven voor de verraders als onbekende Nederlander, dacht ik, dit is een ultieme kans. Ik heb er superveel zin in, het lijkt me een onwijze uitdaging. Ik heb altijd gezegd, als er een versie komt met onbekende Nederlanders, dan moet ik daarbij zijn. Want ik vind dat Nederland een seizoen verdient wat het nog nooit heeft gezien. Omdat het gewoon een hele toffe ervaring lijkt. Omdat het spel volgens mij goed bij mij past. Ik vind dat het tofste spel wat er is. Ik hou ook altijd van spelletjes spelen. Ik hou ontzettend van winnen. En ik hou ook van het spelen met het idee dat je denkt dat je iets van mij ziet, maar dat het dan heel anders blijkt te zijn. Ik heb heel veel zin in dit avontuur en dat is ook de reden dat ik meedoe. Misschien juist omdat ik het heel vervelend vind om mensen voor te liegen. Misschien is het dan juist wel fijn omdat het nu wel kan. Because it's a game. So I'm ready to play it. Omdat ik met iedereen vrienden kan wezen. Ook oprecht geïnteresseerd ben in iedereen. En zo kan ik eigenlijk dan iedereen een beetje beet nemen. Het lijkt me juist heel cool om een keer aan de andere kant te staan. En ik denk dat ik dat echt perfect tot uitvoering kan brengen. Omdat ik mensen snel door heb, maar ook mensen goed kan beïnvloeden. Dus ik denk dat ik het spel naar mijn hand zou kunnen zetten. Omdat ik mensen kan misleiden en mensen mij niet zullen pakken op mijn leugens. Denk. Aardig wat mensenkennis te hebben, hè? Ook door mijn leeftijd en door mijn werkervaring. En dan denk ik dat ik makkelijker mensen zou kunnen doorgronden. Omdat ik heel goed kan spelen met het idee dat mensen denken dat ik iets ben. Omdat ik dan meer materiaal heb om mee te werken, meer invloed kan uitoefenen op het hele spel. Ik denk dat het meer safety is. Safety in de zin van dat je minder mensen minder voor de gek kan hoeft te houden. Maar enigszins ben je dan weer in gevarenzone. Ja, ik vind het wat moeilijker omdat je dan weggestemd kan worden. Dus ik zou eigenlijk wel liever een verrader zijn. Dat ik het heft in handen kan nemen. Ik denk dat ik het ook zo goed zou kunnen als getrouwen, gezien mijn werk bij de politie. Allemans vriend zijn en voor de kil gaan wanneer dat nodig is. Omdat ik gewoon mensen doorheb. En ik weet wanneer er tegen mij gedolven wordt. Op basis van sociale vaardigheden en mensenkennis. Omdat ik goed ben om mensen snel te doorzien. En te zien wat er ook niet verteld wordt.